Choreograaf Ton Simons voltooide zijn studie bij Merce Cunningham in New York. Hij besloot in New York te blijven, maar Nederland is nog altijd een bron van inspiratie voor hem, getuige de titel van het ballet dat hij voor het Holland Festival maakte. Het paleis om 4:00 in de morgen, Spinoza-variaties. Het eerste deel van de titel verwijst naar de nachtelijke bezoeken die hij vroeger bracht aan de Rotterdamse discotheek The Palace. De naam van de 17e-eeuwse wijsgeer Spinoza spreekt voor zich.
Thank you.
Thank you.
Volgende week in deze reeks Ajax, het drama van Sophocles, gesitueerd tegen de achtergevel van het Pentagon. Zo dadelijk over naar de voorgevel van het journaal.